fenomeen bestaat al jaren. Het heeft natuurlijk alles met de uitstraling van de Kuip te maken. Voor heel veel spelers die in de Kuip spelen, is het vaak een hele imponerende geschiedenis. Ik zie heden te dagen nog vaak spelers die voor het eerst bij wijze van spreken het veld komen. Ik zie foto's maken, want dat zijn toch geweldige gebeurtenissen voor die jongens. Ook bij eigen spelers fijn. Ik heb het helaas maar al te vaak van dichtbij gemerkt. Ja, die zijn wel eens eraan onderdoor gegaan. Dat heeft ook waarschijnlijk toch ook wel met je karakter te maken. Hè? Hoe sta je erin? Hoe ga je daarmee om? Het is toch de specifieke atmosfeer die in de Kuip hangt. De akoestiek, de dichterop zitten van het publiek. De enorme meeleven natuurlijk van het legioen. Het meeste wordt veroorzaakt door het publiek. En dat is hetgeen wat die spanning creëert vaak voor de tegenstander. Want ze gaan vreselijk tekeer natuurlijk. Ons publiek, het is het steuntje ontzettend, tot ik weet niet hoe ver toe, maar ze laten ook duidelijk horen hoe ze over je denken en dat is soms wel eens heel rauw. Hier in de Kuip hoor je gewoon baas in eigen Kuip te zijn en dat is fijn dat gelukkig weer. Ook Olsen weggezet, Cruijff demonstreert zijn klasse in het stadion. Maar hij is groot geworden. Schitterende omhaal van Houtman. Wat een mooie goal zeg. Goedenavond. Het begint op rechts. Waar Cruijff samen met Van der Korput aan de basis staat. Cruijff die eerst Schoenhaker aftroeft. Dan Olsen een lesje geeft. Nog een Schoenhaker. Van der Korput met de voorzet. En schitterend door Houtman ingeschoten. Feyenoord leidt, 20e minuut. Hoekstra. Goeie bal van Hoekstra op Gullit. En ruimte om door te gaan. Binnenin Houtman moet. 1-0. Feyenoord scoort in de 3e minuut van de wedstrijd. Nu Houtman dan met een strafschop. Vermeulen vraagt omdat hij vrij staat. Hens van Lerby. Weer een vrije trap van Feyenoord. Net ging een uitvoering eigenlijk fout. Nu wordt het anders gedaan. In één keer Houtman, wat een knal en wat een ruimte dus. Terwijl Ajax nog aan het confereren was, schiet Peter Houtman hard in. Bam. 26e goal van Houtman dit seizoen. Pierre Vermeulen. Tot dusver klopt de organisatie daar achterin aardig bij die hoekschoppen. De organisatie bij Ajax dan. Vermeulen. Van Dijnsen buitenom. Daar is hij. Nu is het wel raak. Houtman. Hey, die bal is over de lijn. Grensrechter heeft dat gezien. Houtman. Appel voor Hens. Maar dat zal die grensrechter niet gezien hebben, want hij is gewoon op weg terug naar de middenlijn. Doelpunt. Nogmaals dat doelpunt van Feyenoord, de ingekopte bal straks van Peter Houtman. Waarbij de positie van Piet Schrijvers natuurlijk ook wel interessant is straks. Die snel naar de andere kant komt en daar haalt Schrijvers de bal achter de lijn vandaan en duwt die bal dan weer naar voren. Maar de bal is over de lijn, dus is het een doelpunt 2. Gullit komt.
En kan door. Ruud Gullit. Houtman. Ja, 3-1. Goed gescoord ook door Houtman. 3-1. Gullit, Houtman. Duel Houtman, Rijkaard. Hoekschop. Niemand moet die hoekschop gaan nemen, niemand loopt nog die kant op. En dan kan het laat worden op deze manier. Dan gaat Wijnstekers maar. Het is toch een teken dat het bij Feyenoord, dat zo'n ploeg iets ontbreekt. Zolang als dat nemen van die hoekschop daaruit blijft. Desondanks is het een doelpunt. Elias Kop en Houtman, en het is Houtman die in de lucht raakt. Op de hoekschop, notabene van Ben Wijnstekers, komt Houtman. Daar blijkt dan Feyenoords kracht nauwelijks aangesproken in dit duel. Hier aanwezig, via die treffer in de lucht, door Peter Houtman. En dan is daar het hoofd van Peter Houtman. Soms is hij helemaal niet in de wedstrijd en dan heeft hij deze momenten. Het is 2-2 inmiddels.